Goedemorgen, daar ben ik weer eens een keer. Ik wil jullie laten zien hoe ik dit kerstkaartje gemaakt heb met leuke stempels van Studio Light, de nieuwe Essentials. Dus laten we maar eens gaan beginnen. Ik hoop dat het nu wel lukt. Ik heb daarnet al 3 pogingen gedaan en toen is het iedere keer mislukt. Dus we gaan gewoon nog een keer van start. Ik heb een soort van malletje gemaakt, gewoon lukraak uitgeknipt. Om een soort van sneeuwbankje te creëren dadelijk, waar de hertjes op kunnen. En ik ga nu eerst proberen de achtergrond te maken. En ik mag hopen dat hij dan net zo leuk lukt als dat hij net was gelukt. Ik gebruik hier gewone distress inks voor. Op waterhardpapier, want dat blendt mooi. En dan kan je lekker op met water op kliederen. Dit is de kleur Evergreen Bold. Dat is zwart. En dan gaan we nu met de kleur Mermaid Lagoon. Proberen om het goed te laten mixen. Mustard seed. Die wil ik hier een beetje in het midden hebben. En nog een klein beetje picked raspberry. Ik weet niet of ik in beeld zit te koekeloeren, want ik kan het zelf niet zien. En nou hoop ik niet dat ik straks klaar ben en dat weer is mislukt. Want dan geef ik het op voor vandaag. Dan wacht ik toch echt tot ik een statief heb. Zo. Dan moet ik voorzichtig zijn, want je kan natuurlijk met de gewone distress inkjes niet zo makkelijk over elkaar als met de oxides. Die oxides die zorgen ervoor dat je laagje over laagje kan doen. En als je dat met dit gaat doen, dan krijg je echt modder op je papier. En dat is zonde. Zo, dat waren de kleurtjes. Stiekem even aan de kant. Nu gaan we verder met zwart. Zorgen dat mijn randje weer goed ligt. Die ga ik echt vanaf de kant over mijn kleuren heen zetten. Dus eigenlijk ga je je kleur een beetje bedekken onder het zwarte, onder de black suit. Aan de randen mag die donkerder. En dan moet die zo zachtjes uitvloeien. We hebben van de week zulke leuke dingen weer gekregen, allemaal over kerst. Dus ja, daar moet je dan toch even lekker mee gaan zitten spelen. De kinderen liggen gelukkig nog even lekker op bed. Dus ik hoop niet dat er dadelijk ineens één binnenkomt vallen. Nou, ik vind dit eigenlijk al wel aardig. Nu ga ik eerst een heel klein beetje water sprenkelen. En dat ga ik glad weer opdrogen en dan krijg je een soort van vlekje. Even zoeken naar mijn heteltje. Ik blijf even de spullen een beetje aan de kant gooien. Zo.
die is al droog. Waar had ik mijn Misty? Want nu ga ik eerst de stempeltjes doen. Even zien of we nog een beetje redelijk goed in het zicht zitten. En dan komen de schattige hertjes. Deze. Ja, die moet je toch hebben. Echt zo leuk op de kerstkaarten. We gaan moeder hert hier zetten. En vader hert gaat ietsje lager. Even zien, een beetje zo. Moeders loopt wel een beetje naar boven. Maar dat mag. Deze druk ik af met verzafine inkt. Verzafine. Maar hoe je het zeggen wil. Het zal het laatste al zijn, maar dat is natuurlijk Engels. Ik denk dat mijn magneetje ietsje te dicht bij moeder zit. Kijk, die staan er al mooi op. Dan poets ik ze even af. Want ik heb geen zin om een mask te maken. Dus doe het even op de snelle manier. En ze moeten natuurlijk in een beetje sneeuw lopen. Dat is wel zo leuk. Dan leg je je hertjes weer terug op de plaats waar je ze gestempeld hebt ongeveer. Kom niet zo nauw, want het randje is toch ietsje breder. Oké. Waar is mijn malletje gebleven? Die leg ik er ook over, want ik hoef geen sneeuw op het wit. Beetje gesso erbij. Klein beetje water. Even mixen. En deppen, maar hij dept niet. Doet dit wel op je craftsheet, want alles zit eronder. Maar kijk, het is mooi sneeuwen. Gelukkig in het echt niet. Gelukkig hebben we gewoon mooi weer. Alhoewel het is hier wel bewolkt. Maar wel warm. Sneeuw hoeft voor mij niet hoor, jongens. Ik vind het op de kaarten mooi, maar in het echt hoeft voor mij niet. Nou moet je eerst je stempeltjes ook schoonmaken, want anders plakken ze dadelijk niet meer vast. Dan zie je dat dat een simpele manier is. En dan zit er vast wel ergens nog wel een klein sneeuwdruppeltje, maar dat vind ik nog niet zo erg. Even dit goed schoonmaken. Kijk, ze stappen in de sneeuw. We gaan ze even drogen. En nu had ik bedacht om daar nu de sterretjes nog op te gaan doen.
Dus mijn apparaat komt. Oh, ik zit geloof ik niet echt goed in beeld. Kom zo even terug. En waar zijn mijn sterretjes gebleven? Is toch leuk om ze naar de sterren te laten kijken. Nou, dat past dadelijk niet dicht. Dus ik doe hem eerst zo. Op een of andere manier doe ik het liefst altijd gewoon twee keer. Dan heb ik hem sowieso zwart. En nu even draaien, want anders past hij weer niet op. Dan passen met mijn vingers. Dat alles niet onder het zwart komt. Hoor de vogeltjes eens lekker fluiten. We hebben het naar de zin hier in de boom. Even de grote ster afpoetsen, die vind ik te groot. Ik kan hem natuurlijk ook gewoon afknippen. Doe ik ook wel eens hoor. Stempels gewoon los van elkaar knippen. Nou. Dit is al super. Maar nu staat paarheid natuurlijk zomaar in het wit. Dat vind ik niet zo leuk. Dus ik wil een soort van sneeuwbankje creëren. En dat doe ik dus ook weer gewoon met mijn geknipte malletje. Even zien hoe die een beetje uitkomt. Zoiets. En daar gebruik ik shaded lilac voor. Maar dan ook echt maar heel voorzichtig doen. Het meeste op je papier. Op je hulppapiertje, zou ik maar zeggen. Anders wordt je lijntje te hard. Dat is zonde. Ik zit nou een beetje averechts te werken voor mezelf. Dat vind ik niet echt handig. Zie je, dan nou komt hij eigenlijk al te veel. Even de andere kant, want die is schoon. Nou is die. Oh, wat zonde. Nou ja, jullie snappen het idee, denk ik wel. Deze is dus niet meer rijp om verder af te maken. Want dat vind ik eigenlijk een beetje zonde. Ik had natuurlijk een schoon papiertje moeten pakken. En toch vind ik het zonde om het weg te doen. Dus, wat gaan we doen? We gaan gewoon van wit papier. Van het waterhardpapier wat ik heb. Ik heb hier nog een randje over. En dat gaan we zo oplossen. Even zien hoor. Natuurlijk net niet. Heb ik hem zo. Haha. Haha. Nee. Hij moet deze hoogte. En ik moet daar vandaan gaan knippen. Nou. Dat zou je dus altijd zien. Dan probeer je eens wat live. En dan beknal je hem. Maar we geven het niet op. Haha. Ah.
Ik heb het hoor. Gaan we gewoon vastplakken. En jullie zitten natuurlijk allemaal te lachen. Of misschien wel mee te denken. Doe dit, doe dat. Dat kan natuurlijk ook. Maar nou staat het je gewoon in een sneeuwbank. En dan ga ik dit even recht afknippen. En dan heb ik wel wat anders hoor, dat ik ook kan gebruiken. Als ik dat maar kan vinden. Foambalklee. Ik ben even aan het zoeken in de kast. Pas de hobbyruimte helemaal opgeruimd, kan je natuurlijk niks meer vinden. Ik kan mijn ijseffect niet vinden. Dan doen we het met foambal. Ook dat lukt. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is... Volgens mij spelen de kinderen daar ook mee. Maar daar kun je hele smalle randjes mee maken. Dan moet het wel heel smal natuurlijk. Het plakt vast op ze op een of andere manier. Het laat ook niet los. Ja, nou wel, maar als het helemaal goed vast is. Ik ga zoeken naar mijn ice effect, want dat vind ik het mooiste. Die moet ik ergens hebben. Ja, als ik stop, dan ben ik alles kwijt. Dat is ook zonde. Habits. Ga ik toch dit niet gebruiken hoor, want dat is al wat ouder. Misschien plakt dat wel niet goed. En dan gaan we gewoon lekker met dit spelen. Oeps. Er zitten van die kleine blinkertjes in. Echt sneeuw. Half elf alweer, jongens. En ik was al zo vroeg vanmorgen. Ja, zo wordt hij natuurlijk wel heel anders dan dat ik in mijn gedachten had. Maar dat zullen jullie wel herkennen. Maar zomaar iets gelijk weggooien, vind ik zonde. Als die straks op tank niet leuk is, kan die alsnog weg. Dan moet natuurlijk moederhertje ook in de sneeuw. Dan moet je weer een beetje oppassen, want dan gaat de stressing erdoor. Dan krijgen we een vieze kleur sneeuw. Nou, ik laat jullie straks de andere zien. Die was, vond ik, toch wel mooier, hè? Maar het ging er maar om dat je weet hoe de achtergrond komt, tot stand komt. Ik heb het idee dat er al iets van geligs door zit.
Dus ik ga hier gewoon mee stoppen. Ik vind dit niet zo, niet zo mooi worden. Achtergrondje was leuk. En waar is de kaart die dus wel naar mijn zin was, waar het filmpje helemaal van mislukte? Dat is deze. En die vind ik leuk. Nou, tot de volgende keer. Doei!